Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer september, dat betekent dat augustus weer voorbij is gevlogen. En dat betekent dat het tijd is om mijn favoriete producten van augustus te gaan laten zien. Alles zit in een doosje en het doosje is ook gewoon echt wel goed gevuld. Dus er zitten echt veel producten in. Dus ik ga jullie gewoon weer even laten zien welke producten ik van augustus gewoon weer super fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik zowel heb getest en welke er bij mij echt uitsprongen, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met twee producten die ik won via Instagram van het Kruidvat. En dit gaat om de Max Factor Lipfinity Lip Colors. Ik heb twee kleuren gekregen en er gaat ook lipliner bij. Als je ze gewoon koopt, zit er geen lipliner bij. De lipliner moet je het normaal loskopen, maar ik heb er dus wel bij passende lipliners bij gekregen. Dat zijn deze, die zien er ook heel erg mooi uit, zijn ook heel fijn om aan te brengen. De eerste lipliner die ik kreeg is de Brown & Bold. En die hoort, of die hebben ze bij de Essential Brown 350 gedaan. Nou, hoe werkt dit? Omdat ik het nu in drie stappen had, omlijn je eerst je lippen met de lipliner. En het is echt een hele fijne structuur van de lipliner. Hij is niet hard, hij is echt een beetje romig. Dus echt super fijn. Dan breng je de kleur aan. Deze, dit is gewoon met een applicator. Kan ik wel even laten zien ook. Dat ziet er zo uit. Gewoon een lipgloss applicator. Waardoor je lippen eigenlijk een beetje mat worden. En je het gevoel hebt dat ze een beetje uitdrogen. Maar zodra het indroogt, ga je er met een soort van topcoat overheen. En dat is eigenlijk gewoon een soort van balsempje. En dan krijg je toch weer een beetje de glans terug op je lippen. En dit zorgt ervoor dat je lipstift echt gewoon 24 uur blijft zitten. Hij is echt super goed. Ik moest echt heel goed boenen om hem eraf te krijgen. Dit zijn echt topproducten. Dus ja, nogmaals, dit is dan de Essential, de 350 Essential Brown. En de lipliner is de 16 Brown & Bold. Dan heb ik nog een kleur gekregen en dat is de 180 Spiritual. Dat is deze. Ik zal de kleur even laten zien. Werkt ook gewoon weer hetzelfde als hoe ik het net omschreef. En dat is dit kleurtje, ook super mooi. Het is ook een beetje bruinachtig, maar... ja, het is een beetje een combinatie hiervan. En daarbij kreeg ik ook een passende lipliner. En daar zat de 08 Mouth Mistress bij. Ik vond het super leuk dat ze dit ook zo bij elkaar hebben gebracht. Die kleuren, want het past echt heel erg goed. Ik denk wel dat als je dit in de winkel zou willen kopen, zeg maar ook met een lipliner erbij, dat je echt goed moet zoeken. Dit is voor mij samengesteld. Dus ja, voor mij hoefde ik hoefde natuurlijk niet zo heel erg goed te zoeken, maar... Het is echt heel erg tof gedaan. Dus dit vond ik echt. Dit zijn echt hele fijne producten. En ik zou hier zeker ook gewoon wat kleuren nog van bij willen hebben. Omdat dit echt goed blijft zitten. En ik daar gewoon echt heel erg van hou. Dan heb ik een aantal producten uit een trendeditie van Essence. En dat is de Wanted Sunset Dreamer collectie. Hele mooie collectie. En ik heb aardig wat producten. Allereerst heb ik hier een fading bronze. Deze heeft de naam 01 I Never Desert You. Dit is een bronzer die loopt van licht naar donker. Je kunt hem dus gemengd gebruiken. En als je hem gemengd gebruikt, dan zie je de kleur echt wel goed terug. Het is wel een wat lichtere bronzer af als ik normaal gebruik. Maar ik vond de kleur even goed toch mooi terugkomen op mijn gezicht. Dan heb ik ook een fading blush. Dat is deze. En deze heeft de naam 01 Rise Into Sunset. En ook voor deze geldt. Deze loopt alleen van donker naar licht. Van paars naar roze. Ook mooi, ja, mooi om te combineren. Maar je kunt de kleuren dus ook los gebruiken. Ze hebben fijne structuren. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus dat zijn sowieso deze twee producten. Dan heb ik deze marble highlighter. Deze heeft de naam 01 Golden Summer Days. Die doet er namelijk echt eer aan. Het is een baked highlighter. En dat kun je natuurlijk zien door de iets bollere vorm. Ik weet niet of het heel goed op camera overkomt, maar hij heeft dus een bollere vorm. Je ziet ook lichte en donkere kleuren. Je gebruikt dit ook gemengd. En hij geeft echt een gouden textuur af. Dus dat vond ik echt heel erg mooi. Door de gouden pigmenten die hierin zitten. Dus het was echt een hele mooie highlighter die je terugzag. En daar hou ik heel erg van. Dus dat is de highlighter.
Dan heb ik ook een oogschaduwpalette. En dat is dit palette. Heeft de naam 01 Dessert Heat. Dit is een oogschaduwpalette met 12 kleuren. Met intensieve ook kleuren. Het zijn wat warmere kleuren. Allereerst heb je ook een applicatortje. Dat is deze. Die gebruik ik alleen nooit. En dan zijn dit de kleuren die erin zitten. Heel erg gepigmenteerd. Echt, je kunt hier echt hele leuke looks mee maken. Ik vind de warme kleuren ook echt wel mooi in dit palette zitten. En ja, het ziet er ook gewoon heel erg mooi uit. Echt een heel erg mooi palette. Wat mooi is samengesteld. De kleuren hebben voldoende pigment. Heel erg fijn. Zo kan je de naam lezen, maar hij hoort eigenlijk zo. Dus ik snap niet zo goed waarom ze het zo hebben gedaan. Ik denk omdat de tekst anders te lang is als ze hem zo hadden gedaan. Dan heb ik ook een lip peeling. Dat is deze. En dit heeft naam 01 Dessert Crush. En deze ruikt heel erg lekker. En deze maakt je lippen heel erg zacht. Ik had in het begin verwacht dat er stukjes in zouden zitten. Dat is niet zo. Hij maakt je lippen gewoon heel erg zacht. Verwijdert velletjes en dat soort dingen. En omdat de geur ook gewoon heel erg aangenaam is, is het fijn om aan te brengen. Want als een geur niet zo lekker is, dan doe je dat ook niet zo graag. Maar dat vond ik bij deze wel heel fijn. Dan heb ik ook een lippenstift. Die zat in een doosje. Ik heb hem er wel uitgehaald. Ik heb de 02 Rise Into Sunset. En dit is een marble lipstick. Hij zat in dit doosje. En dit is de huls. Het is gewoon een zwarte huls. Het is een hele gewaagde kleur. Maar het ziet er heel erg tof uit. Kijk, hij heeft ook weer donkere en lichte paarse kleuren. Moet ik zeggen dat de donkere kleur wel de overhand neemt. Je ziet niet echt een marble effect dat je licht en donker ziet. Maar het is wel een hele mooie kleur. Zachte lipstift die er best wel mooi uitziet. Ik zeg wel, het is wat gewaagder als wat ik zelf gewend ben. Maar ondanks dat vind ik het wel een hele mooie lippenstift. En ook een keer wat anders dan wat ik normaal gebruik. En het laatste uit die collectie, dat is een topcoat. En dit is een Dessert Heat effect. Ik heb een 02 Dessert Heat ook. Deze geeft een soort van gouden gloed over je nagels heen. Ziet er wel heel mooi uit. Wel aan te raden echt bij donkere nagellak. Dan zie je het echt terug. Dus op zwart of paars. Sorry, de katten zijn een beetje aan het spelen. Dus vandaar dat ze me eventjes aan de kant beukten. Dan zie je de kleur echt heel mooi terug. Bij lichtere kleuren vond ik hem minder mooi. Maar bij die donkere kleuren is het echt een toppertje. Echt wel heel erg mooi. Ik vind niet dat de nagellak heel erg lang erdoor blijft zitten. Maar het geeft wel een heel erg leuk effect. Ondanks dat je denkt dat het roze is, dat hij toch een gouden gloed geeft. Dan heb ik een poeder van Catrice. En dat is de All Matte Plus Last Up to 12 Hour Shine Control Powder. Mattifying Ultra Silky, dat is deze witte. Heeft de naam 01 Universal. En dit is gewoon weer zo'n transparante poeder waarmee je gezicht kan afpoederen. Binnenkant is heel mooi, er staat ook echt, de mat staat erin gedrukt. Vind ik heel erg tof. Ik vind dit gewoon altijd hele fijne poeders. Ik hou ervan als ze transparant zijn. Vooral bij lichtere foundation is het vaak moeilijk om bij passende poeder te vinden. En dan zijn deze poeders gewoon altijd super fijn. Een hele fijne poeder die mijn gezicht of mijn make-up prima op zijn plek houdt. En is ook echt geschikt voor elk gezichtstype. Omdat hij gewoon transparant is. Hij zou licht reflectiepigmenten hebben. Die heb ik zelf niet teruggezien. Maar ik vind het verder wel een hele fijne poeder in gebruik. Dus hij maakt je gezicht mat. En daar hou ik gewoon heel erg van. Dan heb ik van Essence de Color Boost Finialicious Liquid Lipstick. En dat is deze. Die zit in een tubetje. Ik heb hem in een 06 Barbie's Favorite. Hele mooie lipstick. Ik moet wel even wennen aan de verpakking. Want dit is gewoon zo'n draai. Normaal zou je denken als het in een tubetje zit. Dat er zo'n schuin afgesneden stukje op zit. Waardoor je de lipgloss aan kan brengen. Maar dat vind ik wel heel fijn dat deze dat niet heeft. Zo ziet de applicator eruit. Het valt onder lipstick. Maar ik vind het meer lipgloss. Want hij shijnt echt heel erg. De kleur is heel intensief. Echt super mooi. Ik hou gewoon heel erg van dat roze.
ja, de verpakking vind ik altijd wel een beetje een dingetje. Want ik ben altijd wel wat sneller bang dat bijvoorbeeld een tubetje sneller kapot gaat. En dat je hele stash eronder zit. Maar de kleur vind ik echt fantastisch. Blijft ook echt lang zitten. Echt een hele mooie ja, liquid lipstick. En ja, volgens mij hebben ze hem echt in heel veel kleuren. Ja, veel pigment. En ja, heel comfortabel ook om te dragen, want hij plakt dan weer niet. En dat vind ik wel weer echt een toppunt. Dan heb ik een lipliner van Miss Sporty. En ik kan de naam hier niet meer van lezen, omdat hij best wel lang in mijn stash heeft gelegen. En ik kwam hem tegen en ik dacht, ik wil eigenlijk wel een review nog overschrijven. Ik ben dol op lipliners. Ik vind het altijd mooi om lipliner te gebruiken, omdat het ook ervoor zorgt dat je lipstick niet uitloopt. Ja, ik hou daar gewoon heel erg van. Het geeft soms net wat extra's. En dat is dus een bruin kleurtje van Miss Sporty. Het is wel een potloodje die je zelf moet slijpen. Ik ben altijd wel meer van de potloodjes die je omhoog kunt draaien. Hij voelt ook minder zacht aan. Ik vind hem best wel hard aanbrengen, maar ik vond de kleur wel heel erg mooi. Helemaal in combinatie met een mooie bruine lipstick vind ik dat gewoon altijd heel goed staan. En ik ben er gewoon dol op dat je lipstick gewoon niet alle kanten op gaat lopen doordat je een lipliner gebruikt. En je kan soms net wat meer contouring aanbrengen aan je lippen. Dus daarom heb ik dit potloodje van Miss Sporty. Ondanks dat ik de naam niet kan lezen, ik heb ook nog gezocht of ik de naam kan vinden, maar helaas kan ik er echt niks meer van maken. Dus de naam moet ik hier onthouden. En ik moet ook zeggen dat ik niet weet of Miss Sporty eigenlijk nog te koop is in Nederland. Want ik weet, voorheen had Ethos altijd Miss Sporty, maar die hebben ook tegenwoordig de assortiment van Miss Sporty vervangen door Essence. Dus dat weet ik niet, maar ik vind Miss Sporty altijd wel een heel fijn merk in ieder geval. Dan heb ik een nagellak van Catrice en deze is van de Chrome Infusion lijn. Een nieuw lakker in de kleur 04 Unspectable Red. Dit kleurtje, ik denk niet dat hij heel goed overkomt op de camera. Heeft ook weer zo'n dubbele top. Vind ik wel luxe. Het grappige is, hij zou rood zijn, maar op mijn nagels vond ik hem meer paars. Het gaf wel een heel verrassend effect. Ik vond het chrome er echt heel erg mooi uitzien. Omdat die metallic tinten erin zitten. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Ik vond het ook best wel een mooi kleurtje. Ondanks dat ik hem meer... Ja, weet je. Het was een beetje een combinatie van... De ene keer leek het meer rood. En de andere keer leek het meer paars. Ik weet niet zo goed hoe dat kan. Misschien ligt het aan mij. Maar ik had wel het idee dat het meer naar paars neigde als naar rood. Maar ondanks dat vond ik het wel een heel erg mooi lakje. En hij blijft lang zitten. Dus dat vind ik echt top. Dan heb ik een mascara van Essence en dat is de Supercurl Volume Mascara met Eye Opening Effect. Deze ontving ik laatst in een perspakketje. Deze belooft gekrulde en volume aan de wimpers. Het is een hele fijne mascara. Ik had niet echt het idee dat er een Eye Opening Effect kwam, maar hij geeft wel volume. En dat vond ik wel heel fijn. Ik zal ook even het borsteltje laten zien. Het borsteltje heeft korte haartjes, is gemaakt van plastic. Ik ben niet echt heel erg fan van dit soort borsteltjes, maar bij deze mascara werkte het wel. Dus op zich heb ik daar niet zo heel veel op aan te merken. Ondanks dat het niet een heel groot effect gaf, vond ik het wel een hele fijne mascara in gebruik. Omdat hij toch wel wat volume geeft. Ook wel een lichte krul. Maar bij mij zie je dat sowieso. Kan ik dat nooit zo goed oordelen. Omdat ik altijd al wimperkrullen gebruik. Maar het is ja, wel een hele fijne mascara. En ja, ook lekker low budget. Dus deze Supercurl Volume Mascara met Eye Opening Effect. Dan heb ik van Catrice een Art Colors Collection palette met bijpassende kleurtjes. Dit is een palette waarmee die je zelf kunt samenstellen. Essence had dit al en Catrice heeft dit nu ook sinds een tijdje. Dit is het palette. Ik zal even het omhulseltje eraf halen. Zo ziet het palette er dan uit. Als je hem openmaakt heeft hij een grote spiegel ook. Heel tof. En hier kun je dus kleurtjes naar keuze in doen. Nou, ik heb 4 kleurtjes. Ik heb allereerst een highlighting oogschaduw gekozen. Ik heb hem in de kleur 030 Metallic Light. Ze zitten in dit soort doosjes. Dan zal ik dat even laten zien. Hij is wel onwijs poederig. Maar je drukt hem aan de onderkant zo los. En dan kun je hem dus... Ik doe het alleen even bij één kleurtje hoor. Zo... In het paletje drukken.
Dus dan stel je het paletje samen. En op de achterkant kun je dan ook zien welke kleur je hebt gekozen. Dus dat is heel fijn. Ik haal hem er nu wel weer even uit. Want dat moet ik nog even in mijn stash gaan doen. Maar dit effect, dat is wel heel erg handig gedaan. Ook omdat hij toch in een heel mooi doosje zit. Dus allereerst een highlighting kleurtje. Dan heb ik ook een mat oogschaduw kleurtje. En deze heeft de naam 200 Pumpkin Spice So Nice. Dit is een beetje een oranje kleurtje met mat effect. Heel tof. Dan heb ik een 160 Silicone Violet. Dat is deze. Is een beetje een paars kleurtje, maar toch een beetje metallic zit er ook in. Dus ook heel erg tof. En ik heb een blauw kleurtje, dus heel gewaagd. Valt dit onder? Dit valt ook onder een highlighting oogschaduw. 180 Blue Boutin. Volgens mij heb ik hem in het verkeerde doosje gestoken. Het geeft niet. Deze hoort, hier hoort dus die highlighting oogschaduw in. Ook een heel mooi kleurtje. De kleuren hebben voldoende pigment. Je kunt er echt hele fijne looks mee maken. Ze blenden makkelijk in. En dat is heel fijn. En ik vind het gewoon heel erg leuk dat je gewoon een oogschaduwpaletje kan samenstellen. Waarin je kleuren kiest die je gewoon heel erg fijn vindt. Wat ik ook heel erg tof vind, dat heb ik net niet benoemd, is dat het Cartrice merkje hierin staat. Dat vind ik ook super tof. Dit is echt een heel erg leuk concept. Wat, zoals ik al zei, Essence al een tijdje heeft. Maar waar steeds meer merken mee komen. Dit is echt, ja, gewoon super leuk. Dat je zo gewoon eigenlijk, ja, oogschaduw kunt samenstellen in een eigen paletje. Dus dat is super tof. Dan heb ik een highlighter palette van Essence. En dat is het Glow to Go highlighting palette. Dat is dit palette. Heeft de naam Teen Sunkissed Glow. En dit zijn 4 highlighters die erin zitten. In 4 kleuren. Dus eigenlijk voor elke huidskleur wel eentje. Ik was zelf heel erg gecharmeerd van de eerste 2 kleuren. Deze vond ik ook nog wel gaan. Maar daarna wordt het toch wel gauw wat te donker voor mij. Of je moet het heel goed inblenden. Maar die lichte kleuren zijn bij mij altijd super tof. Maar wat ik wel gewoon heel tof vind, is dat er eigenlijk voor iedere huidstype of iedere huidskleur wordt gedacht. Doordat ze een palette maken met verschillende kleuren. En dat vind ik wel een hele mooie gedachte ook daarachter. Ja, ik ben dol op highlighter. Ik test het graag. En ja, ze hebben eigenlijk echt wel voldoende pigment. En goud doet het bij mij altijd goed. En ondanks dat ik die andere 2 kleuren misschien iets minder zou gebruiken. Want je ziet ze wel terug bij mij. Maar het wordt al gauw een iets te donkere geheel. Is dit wel echt een heel mooi paletje. Waarmee je gewoon gelijk ook een soort stash kan opbouwen met highlighters. Doordat je gewoon gelijk meerdere kleuren hebt. Dus dat is dit palette van Essence. Dan heb ik een geurtje. Dit is het Guess Seductive Eau de Toilette. Dat is deze. Ik kocht deze afgelopen maand echt voor een heel laag prijsje bij het Kruidvat. Deze stond al heel erg lang op mijn verlanglijstje. En toen ik hem zag voor de prijs waarvoor ik hem nu kocht. Ik heb hem voor €13,29 gekocht. Was ik gelijk om. Ik dacht, ja, daarvoor wil ik hem hebben. Vooral omdat hij al een tijdje op mijn lijstje staat. Het is ook een 75 ml verpakking. Dus het is echt een hele grote. Ik zal hem even laten zien ook. Zit ook echt super leuk verpakt. Dit is het flesje. En het is zo'n lekker geurtje. Ik moet wel zeggen, ik ben heel erg slecht in het omschrijven van geuren. Maar het was ook een beetje spannend, want je kon hem niet ruiken in de winkel. Ik vind het echt een heel erg lekker geurtje. Hij is best wel aanwezig. Hij is ook wel wat sterker dan wat ik normaal heb. Maar voor sommige dagen vind ik het ook gewoon lekker als ik wil dat een geurtje lang blijft hangen. Daar is deze zeker eentje van. Ik vind hem echt super lekker. Ik ben ook heel blij dat ik hem nu heb. Want ja, als iets gewoon al lang op je wishlist staat. En ik wist bijvoorbeeld dat Action ook een tijd had gehad. En dan kwam ik hem laatst al niet meer tegen. Dus toen ik hem voor deze prijs had, dat ik ga hem kopen. En ja, ik ben heel erg blij dat ik er weer een lekker geurtje bij heb gekregen. En ja, het is ook wel een bekend geurtje volgens mij. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dit is wederom een oogschaduwpalette. En dit is van I Heart Makeup. Het Chocolate and Peach palette. Wat is dit palette? Achterop staan de kleuren. Als je vaker mijn video's kijkt, weet je dat ik verslaafd ben aan deze paletten. En ik ze het liefst allemaal wil. Achterop staat dan ook weer de naam. En hij is dus helemaal oranje. Hoe tof. Of peach eigenlijk. Ik zal ook even de kleuren laten zien. Dit is nog een palette uit het oudere. Nou, hij is niet oud. Maar tegenwoordig zijn de paletten vernieuwd. Nu staan de namen zeg maar in het paletten zelf. Hier zit nog gewoon een blaadje op met de namen.
zit ook weer een dubbelzijdige applicator bij die ik er even uit ga halen. Omdat die anders zometeen toch gaat vallen. Ook deze kleur. Grote spiegel. En dit zijn de kleuren. Super mooie kleuren. Super veel pigment. Echt leuk om hiermee te spelen. Want je kunt hier zoveel mooie ooglooks mee creëren. En ik krijg niet genoeg van die chocoladegeur die hierin zit. Het is echt super fijn. Ja, het zijn gewoon prachtige paletten. En ja, ik heb het gewoon al heel vaak gezegd. Deze paletten hebben gewoon ook echt gewoon heel veel pigment. Ja, je kunt hier zoveel verschillende ooglooks mee maken. Want volgens mij zitten hier ook gewoon 16 kleuren in. En je hebt gewoon charme kleuren, maar ook matte kleuren. Dus er zit eigenlijk voor iedereen wel wat in. Je moet alleen van de kleuren houden. Als je niet zoveel gewaagd houdt, snap ik dat je zo'n paletten liever skipt. Maar ik hou ervan. En ik ben heel erg blij weer met dit chocolate en peaches paletten. En ik ga hem nog vaak met heel veel liefde gebruiken. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van augustus. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben weer toch altijd weer een beetje verrast. Want het is voor mij ook letterlijk als ik een product heb getest en ik vind het fijn, belandt het in het doosje van de favoriete producten. En als ik dan eind van de maand er doorheen ga, dat ik denk, oh ja, dit vond ik eigenlijk ook heel fijn. En dit heb ik getest. Dus dat vind ik altijd wel leuk om ook weer even terug te kijken. Ik ga deze producten nu lekker ook in mijn stash stoppen. Zodat ik weer aan de gang kan met het verzamelen van favoriete producten van de nieuwe maand. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje dit drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf een van deze producten die ik heb laten zien misschien hebt getest. Of wat jij ervan vindt. Het kan natuurlijk zijn dat ik een product heel fijn vind waarvan jij denkt van nou, ik vind helemaal niks. Daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!